Het eerste huis is deze maand geopend. Hier wonen twee jonge moeders van 19 en 21 jaar oud. Amber gaat vandaag langs bij Ellery en haar dochter. Ik begeleid 10 tienermoeders naar zelfredzaamheid. Er gaan 4 tienermoeders in een tienermoederhuis wonen, 2 per woning. De eerste is opgeleverd, dat is waar we dus nu zitten. De overige tienermoeders begeleid ik vanuit hun huidige thuissituatie. Elke moeder heeft een eigen maatje, een buddy. En dat is een vrijwilliger die het meisje helpt in de dagelijkse zaken. En dat is ook een doel daarvan is om een sociale netwerk te vergroten. Amber werkt al 3 jaar aan het project. Ze vindt het onbegrijpelijk dat er tot nu toe geen extra begeleiding is geweest. Ooit was ze zelf tienermoeder en ondervond ze hoe belangrijk het is om gesteund te worden. Je weet hoe moeilijk het is, ook omdat je heel erg het gevoel hebt dat je een hele grote stempel op je voorhoofd hebt van tienermoeder. Dus ik vind het belangrijk om jonge moeders die goede start te geven, zodat ze hun school af kunnen maken, dus daardoor niet in de bijstand belanden, een leuke baan krijgen, iets maken van hun leven. Ja, ik ben heel erg blij dat Amber dit heeft opgestart. Mijn zwangerschap was wel echt een zware tijd. Niks was zeker en niks was rond. En, ja, ik had toen ook niet veel geld en ja, dat gaf me nog meer stress. In sommige gezinnen wordt het soms zelfs niet geaccepteerd. Wordt het desbetreffende meisje echt uit huis gezet. Dat kan. Gelukkig zijn er ook wel heel veel ouders die het wel accepteren. Maar ja, ik weet wel, ook uit ervaring, dat er toch wel wat schaamte op ligt. Zowel in Horen, Alkmaar, Schagen als Den Helder blijft het aantal tienermoeders al jarenlang stabiel. Dit terwijl het landelijke cijfer juist daalt. Binnenkort zal in Horen het tweede tienermoederhuis worden geopend.